Ik heb een beetje Nepalees geleerd, dus namelijk. En ik ga beginnen met jullie Naya Barsako Harkik Suvakamana. Very New Year, Happy New Year everybody. Ik sta hier als namens de Belgische regering, mag ik toch zeggen. En ik wil jullie, om te beginnen wil ik jullie een paar woorden zeggen, maar ik wil om te beginnen zeggen aan deze gemeenschap, aan de Nepalese gemeenschap in ons land. Namaste. 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 Yeah, I'm very glad to be here today to celebrate New Year's Eve with the Nepalese community in Belgium. I think it's a fantastic community who has a lot of value for our society. They work, they're really entrepreneurs, so it's really nice to be here tonight. Yeah, it's heel mooi. Ik ben er heel blij mee. Ik zou ook graag beste wensen zeggen van de Nepalese nieuwjaar 2072. Vandaag is het oude jaar van Nepalese en we gaan hier verzamelen voor de, om te samen vieren. Gelukkig nieuwjaar van de Nepalese nieuwjaar 2072. En bedankt van de allemaal van de kom naar hier voor ons nieuwjaar in 2072. Bedankt. Niet vergeten het ons Nepalees oorsprong. Natuurlijk niet Nederlands wezen met tussen de 5000 tot 7000 Nepalees die hier wonen en die leven aan het leven. Zoveel economisch en cultureel in België. De jongeren tussen de 25 en 40 jaar leven en werken hier. Ongeveer 400 zeker mensen zijn heel actief in België. Wij zijn mensen aan het zorgen mee voor welvaart. Ze betalen belastingen, maar altijd te veel uiteraard. Maar ze leven in harmonie met de Flemings, Walen en Brussels. Mananiye, federal samsatka, samsamodero. Meer Saburu, Osiemeka, Promoveru, Magatka. We hebben een grote manier van zorgen aan de opzicht. We hebben een paar dingen die we kunnen starten voor een boekje. Isma Kisnoregmi, Tapago, Yoka Soya, Timotreu. Isma, Heri, want dat er in de paleo, Yoa Biama. Tapago, Yoa Biama, Mozu, Patrick, de Samlong, Zuku, 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 Bedankt. Zoals Krishna heeft gezegd, jullie zijn een gemeenschap waar jullie best fier op mogen zijn. Een gemeenschap, als Krishna mij zei, en ik heb een stuk van jullie gemeenschap vorige week of twee weken geleden op het kabinet ontvangen. En als hij zei, wij zijn de actieve migratie, dan is dat natuurlijk absoluut niet gelogen. Want jullie zijn, you are the active people in België. Jullie werken, jullie ondernemen, jullie sparen. Het beste voorbeeld is dit hotel. Dit hotel wordt uitgebouwd door één iemand van jullie. Dit hotel Nationaal daar is de eigenaar. En zo zijn er heel veel voorbeelden. De sushi die we gegeten hebben, is van een ondernemer die actief is. En die probeert mensen ook aan de slag te helpen. En laat me ook één ding zeggen. Ons volk is heel gastvrij. Wij zijn heel gastvrij. Zeker voor de mensen die hier komen om bijdrage te leveren aan onze economie, om hier te werken, te sparen, te ondernemen en hier ook effectief te zorgen voor een sterkere samenleving. Voor die mensen zijn meer dan welkom in ons land, meer dan welkom in onze samenleving. Dus daar kan ik alleen maar van zeggen, absoluut, de Nepalese kan toewensen dat jullie zo snel als mogelijk als prille democratie een grondwet hebben die ook voldoende gedragen is door het parlement. Je ziet, ik heb er veel van geleerd op enkele uren tijd met de Nepalese gemeenschap. Wat ik nog wou zeggen, beste mensen, want ik ga het niet te lang trekken, want het is nog een gezellige receptie. Wat ik nog wou zeggen, als jullie zeggen, de belastingen zijn te hoog, dan doen we dat plezier van de ene kant en geen plezier langs de andere kant. Ik zal me verklaren. Het doet me plezier, want dat toont dat jullie echt heel goed geïntegreerd zijn, als jullie dat zeggen. It's a sign of good integration that you say that the taxes are too high in Belgium.
Maar dat doet me natuurlijk ook pijn, omdat ik in de regering zit. En dat is natuurlijk niet leuk om in een regering te zitten die hoge belastingen heeft op haar gewone inwoners. So it's, what is unpleasant is that the fact that I'm government and that government has high taxes on the people is absolutely dislike that. So, moet je zeggen, we zijn bezig daarmee. Een van de grote uitdagingen denk ik, van de nieuwe regering, en we zijn pas begonnen, en 6 maanden bezig, sinds enkele dagen, kan ik u zeggen dat het werken aan het verlagen van de belastingsdruk, aan het verlagen van de globale belastingsdruk, dat is een absolute uitdaging, een absolute belofte waarmee we naar de kiezer zijn geweest, staat in ons regeerakkoord. Wij zullen de lasten op arbeid verlagen. Wij zullen ervoor zorgen dat er minder belastingen worden betaald in ons land. En het is voor iedereen nog even doorbijten, want we komen uit een grote financiële crisis. Dat weet iedereen, dat is niet alleen in België, dat is een wereld, een mondiale crisis. En we zijn daar hopelijk stilletjes aan om te uitkomen. Maar we zullen die belastingen alles proberen, de N-VA en onze partij zal er alles aan proberen doen om de belastingen te verlagen. En deze regering zal dat ook doen, want dat hebben wij in het regeerakkoord onderhandeld. Dus, de belastingen zijn te hoog. Laten we hopen dat we ze allemaal samen wat lager krijgen. U heeft mijn engagement. Dank. Voor ik eindig, misschien nog één punt. Ik vind het fantastisch dat Krishna de moed heeft om in het Nederlands een toespraak te houden. Het is een enorm moedig man om dat te doen. En ik weet dat heel veel van jullie, en ik heb er al een aantal van jullie ontmoet, dat die goed Nederlands spreken. Maar dat jullie soms wat timide zijn, een beetje bescheiden, dat je niet goed durft verlegen om het te spreken. Spreek Nederlands, beste mensen. Je moet je daar niet voor schamen. Je moet je daar niet voor schamen als je de gemiddelde Vlaming tegenwoordig Engels of Frans hoort praten. Veel beter is dat niet. Dus je moet je daar niet voor schamen, spreek Nederlands. En als iemand u in het Engels antwoordt, moet je opnieuw in het Nederlands doorgaan. Want wij hebben de neiging om te snel over te schakelen op een internationale taal als wij met mensen geconfronteerd worden die het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn. En zo kan je zelf natuurlijk, van goede intentie als jullie allemaal zijn, kan je zelf te weinig oefenen. Want ze spreken altijd Engels tegen mij. Dus ik denk ook dat daar wij alleszins de ontvangende samenleving ook wel nog een tandje mogen bijsteken door inderdaad meer Nederlands te spreken. Want door het te praten is de beste manier om het goed te leren. Maar ik moet zeggen, heel veel respect dat je het aangedurft. En dat je het trouwens wel zeer bestaan daar. Dat je dit hebt gedaan in het Nederlands. En voor iedereen die nog verder Nederlands wilt leren, schrijf de win in de taalkursussen. Er wordt gezegd dat er achterstand is, wachtlijsten. Dat gaat de Vlaamse regering oplossen. Dat is niet mijn regering, dat is niet de regering waar ik in zit. Maar er zijn een aantal Vlaamse parlementsleden die dat allemaal kunnen toelichten. Alleszins, ik denk dat het heel belangrijk is dat jullie inschrijven in de taallessen om zo echt helemaal bij onze gemeenschap te horen. Om Vlaming te zijn binnen de Vlamingen, ook al ben je een nieuwe Vlaming. Want dat is uiteindelijk de grote bedoeling ook van het integratie- en inbrengingsbeleid dat Vlaanderen al jaren voert. Goed, dat is het laatste wat ik wou zeggen, beste mensen. Ik wil jullie van harte bedanken voor de uitnodiging. Ik ga over enkele weken eten in een Nepalees restaurant in Leuven, want in Leuven zijn veel Nepalezen. En het Nepalees restaurant wordt uitgebouwd, baat door iemand van mijn gemeente, die bij ons in de veenhouwerij werkt, van een supermarkt. Actieve Nepalees. We willen u graag bedanken voor uw kom en uw gezicht. Vanaf de eerste dag dat we dit bedrijf overgenomen, zijn we continu bezig met het opgraden van fysiek en structureel voorwaarden van het hotel. We hopen dat we dit jaar dit hotel rendabel zullen maken. Sinds 1998, toen Nepal zwaar conflict had, begonnen Nepalese mensen dit in verplaatsen over de hele wereld. Om met ons Nepalese nieuwjaarsavond te vieren, nog een keer hartelijk bedankt voor jullie hier komen en gelukkig nieuwjaar 2022.
Dank u wel. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, ik vraag een cadeautje voor de minister. Ik vraag Rabindraman en Rosalie Pradhan dit cadeautje aan de minister. Alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel iedereen. We hebben dranken, snacks en sushi ook verkeerbaar. Doe maar genieten. Ah, en wat is, we hebben nog een speciaal cadeautje. Oh, dat is een ding. Een hamster. Ja. Ik heb hier nog de schepen van Conti. Dat ja, dat is de schepen van Conti. En de secretaris van Conti. En dan nog mensen van de... We hebben niet zoveel die goed Nepalees hoed. Maar ik zou vragen, we hebben Nepalees hoed gekregen voor een juli. Hoor komen, alsjeblieft. Met de Nepalees hoed. We hebben niet zoveel. Manuel, heb je Nepalees te vinden? Nee. Heel ondernemende mensen. En het is een grote groep in Antwerpen, samen ook in Leuven vooral. De twee grootste kernen van Nepalezen in ons land. Totaal toch in 7000, dus dat heeft wel een grote groep. En wat betekent de Nepalese-gemeenschappen voor jullie? God is een gemeenschap die veel bijdraagt aan onze samenleving, werkt, onderneemt. Ze zijn heel ondernemend, dat bewijst ook het hotel. We zien wat er verschillende hotels heeft hier in Antwerpen. Ook sushi, restaurants, ze doen van alles. Ze zijn heel actief. Het is een mooie meerwaarde voor onze samenleving. Ja, het feit dat ze vinden dat de belastingen te hoog zijn, is enerzijds goed nieuws, want we denken dat ze heel goed geïntegreerd zijn, want ik denk dat er veel mensen er zo over denken. En anderzijds is het natuurlijk slecht nieuws, want ik zit in de regering en de regering legt inderdaad hoge lasten, maar dat is ook de grote uitdaging van deze regering, om lasten te verlagen. Dat is onze belofte, de belastingstructuur te verlagen, en dat gaan we ook doen, daar zijn we mee bezig.